Als er nou één iemand is die alles weet over een knetterende ruzie bij een voetbalprogramma op tv, dat ben ik. Je staat hier. Ja. 1996. Ik had besloten om te stoppen met nieuwe koeien. En we moesten nog 10 programma's maken. En aan het begin van die 10 ging ik naar John de Mol en ik zeg tegen John de Mol, luister, ik ga stoppen met het duo. Ik heb er geen zin meer in. En ik kom bij jou werken. Dat was goed. Nou, en ik dacht bij mezelf, nou, aan het eind van die 10 uitzendingen, dan ga ik dat vertellen en dan ga ik zeggen, ik stop ermee, dit was het en klaar. Maar, 2-3 programma's voor het einde van die 10 lekte het uit. Ja, het kwam uit. Knallende ruzie, die Spaan helemaal uit zijn dak, dat kan je je voorstellen. Nou, en dat niet alleen. Er kwam ook een enorme radiostilte. Er werd niet meer gesproken. Dit was het. En we moesten nog 3 uitzendingen maken. Dus hoe ging dat? Het ging als volgt. Ik zat apart op bij een opnamedag. Zat ik apart in een kamer. Met 1 of 2 mensen. En Spaan zat ook apart in een kamer. Ook met 1 of 2 mensen. En 1 iemand liep tussen die kamertjes op en neer om te horen wat wij gingen zeggen in de uitzending. De camera stond ergens in het midden. En op teken kwam ik dan uit het kamertje, woep. Hij kwam uit het kamertje, woep, we gingen staan. We deden onze tekst die we hadden uitgewisseld. En iedereen weer terug in zijn kamertje en dat was het. Hey, is dat even een goede ruzie? Is dat even sfeer? Ja. En zo werden die laatste uitzendingen van Nieuwe Koeien gemaakt. Ja, dus vertel mij niks over ruzie binnen een voetbalprogramma. En dat is nu aan de hand ook bij VI. Ja, want daar wordt ook niet meer gesproken. Ja, bijna. Wordt nog een beetje gesproken, maar ook eigenlijk niet meer. Want die Gijp en die Johan, die zijn natuurlijk helemaal klaar met Gluipert Gené. Ja, die vertrouwen ze niet meer natuurlijk. Plus, wat hebben zij in godsnaam aan de Gené? Helemaal niks. Want die heeft dit aan talent. En heeft al die jaren al meegefietst op het succes van Gijp en die Johan. Ja, dus, dus wat moeten ze met hem? Niks. Dus na de zomer, als zij geloofwaardig willen blijven als programma, dan kan er maar 1 ding gebeuren. Andere presentator en weg met de Gluipert.